Toen ik de opdracht kreeg, dacht ik van, dat is een mooi project, maar ook een forse kluif om de tanden in te zetten. Een groot gebied waar we veel te doen hebben, maar waar we ook prachtige kansen hebben om de Berkel een mooie landschappelijke rivier te maken. Met veel meer natuur en veel meer aanwezigheid dan nu. Mensen verklaren je voor gek als je komt vertellen dat je in de achtertuin de rivier komt verleggen. En dat begrijp ik ergens ook wel. En ook collega's hadden daar best moeite mee en vroegen zich af of dat niet op een simpele manier kon. En ook of we dat überhaupt voor elkaar zouden krijgen. Wij zijn eigenaar van deze prachtige boerderij die al 500 jaar in bezit is van de familie van mijn vrouw. Nou, die oude boerderij is dus al ouder dan 500 jaar. En als je hier bekijkt, zo'n voegje, die zit hier dus al eeuwen en die haal ik hier nu weg. Nou, deze boerderij is natuurlijk getuige geweest van al die jaren dat die Berkel hier door het landschap slingert. En als die muur eens kon vertellen wat die Berkel heeft gedaan. Hè, die Berkel die moet soms zijn drooggevallen, maar ook soms enorm hoeveelheden water vervoeren hier doorheen. We leven aan de Berkel, maar we leven ook van de Berkel. Die Berkel heeft hier de beste gronden van de Achterhoek gebracht. Ja, het zou toch prachtig zijn om die Berkel weer te laten meanderen. Dan niet meer dat gillere gedrag, een beetje geconditioneerd. Nou, dat doet hij dus nu ook. Prachtig mooi om hier te mogen wonen aan die meanderende Berkel. Rond 1900 zijn we begonnen om de Berkel recht te trekken. En dat heeft dit plaatje opgeleverd. We zien hier een Berkel recht van lijnen. En eigenlijk is het meer een kanaal te noemen dan een rivier. Vroeger waren hier heel veel overstromingen. En door de Berkel recht te trekken en te verbreden en te verdiepen, kon er gewoon heel veel water afgevoerd worden. En zijn we die overstromingen, de vloeden waar ze vroeger over spraken, zijn we kwijt. En in de zomer gaf dat droogval en daarvoor zijn al die stuwen geplaatst. Mensen in de omgeving maakten zich daar wel zorgen over toen we met dit plan kwamen. Maar eigenlijk hebben we het watersysteem zo gelaten. Dus met de stuwen en het hele waterbeheer. En ecologie toegevoegd door de herinrichting met bochten en flauwe oevers. En zo is daar ruimte gekomen voor natuur en ecologie. Ik ben voor een jaar of 10 geleden begonnen met een gebiedsplan in het kader van mijn rentmeesterstudie. Om te kijken of het hier mogelijk was om hier en woningbouw te creëren voor het dorp Almen. En natuurontwikkeling en daarbij de meanderende Berkel weer terugbrengen. Nou, daarvoor was het noodzakelijk dat daar een witte boerderij aan de rand van het dorp zou worden opgekocht. Een boer die daar zat te boeren, die moest eigenlijk weggekocht worden. En dat is uiteindelijk gelukt met behulp van een stichting die samen met de overheid, met dienstlandelijk gebied, het geld bij elkaar heeft gebracht om die boer te kunnen verplaatsen. En daarmee kwam het gebied vrij om het plan tot uitvoering te brengen. Nou, zo waren er meer initiatieven in het gebied. Er is een stichting met heel veel eigendom langs de Berkel. Die wilde gebruik maken van een rood voor groen regeling. Dus bouwen in ruil voor natuurontwikkeling langs de Berkel. Daar hebben we de samenwerking mee gezocht. En zo is een hele ruilverkaveling ontstaan. Dit is de Berkel van Lochem en daar ginds helemaal tot aan Zutphen. Hier is het deel bij Almen te zien. En hier zijn we begonnen met het werk hier bij Roland Kleine, verder stroomafwaarts, waar we deze meander naar het zuiden en meander naar het noorden hebben aangelegd. En de meander is eigenlijk niks anders dan een lus in de stroming van het water. De Berkel hebben we hier verder om het zwembad heen gelegd. We gaan verder stroomafwaarts. Hier komen we bij Stuw Besselink. En Stuw Besselink heeft een hoogteverschil van ongeveer 50 centimeter. En daar kunnen de vissen niet tegenop zwemmen. Daar hebben we allemaal kleine trapjes in een lus omheen gelegd. En daar kunnen de vissen nu wel omheen verder stroomopwaarts zwemmen. Deze boerderij, daar lag vroeger een gracht omheen. En de eigenaar kwam eigenlijk met de historische tekeningen. Of dat niet meegenomen kon worden in de plannen. En zo hebben we die historische gracht hier met een vispassage gecombineerd. Dan hebben we hier verder nog
nog een stuk of 5, 6, 7 meanders. En dit alles zorgt ervoor dat de Berkel over dit deel ongeveer zo'n 2 kilometer langer is geworden. We staan hier op een schiereiland dat weer teruggekomen is door de meandering. En in dit boek kunnen we hem hier vinden. We staan dus gewoon hier op deze plek. Vroeger liep hier ook die meandering en het is weer teruggekomen. Het zwembad in Almen, dat is een uitermate belangrijk begrip. Je zou bijna kunnen zeggen, 80 jaar al een heilig begrip. En toen 5 jaar geleden het waterschap met zijn plannen kwam om te gaan meanderen hier, toen zijn we ook onmiddellijk naar het waterschap toegestapt, hebben contact opgenomen om de positie van het zwembad daar vooral te bepleiten. Niet zonder succes, want als je nu om je heen kijkt, dan zie je dat we echt een schitterende vergrote zonneweide hebben gekregen. We hebben aan de andere kant een prachtige steiger, een aanlegsteiger. Er wordt hier zelfs gezegd in Almen dat de cruiseschepen daar aan kunnen leggen. Daar hebben we ook een kleine botenloods, zodat de zomp daar droog kan liggen. En als laatste, en zeker ook een van de belangrijkste dingen is, dat we een wandelmogelijkheid hebben gekregen langs de Berkel, rond je dorp. Waar enorm veel gebruik van gemaakt wordt. Dus eigenlijk kun je zeggen dat we aan alle kanten hebben kunnen profiteren van het meanderen van de Berkel en de ruimte die dat geboden heeft. We willen graag deze boerderij overdragen aan onze kinderen. En dat kan eigenlijk alleen nog maar wanneer deze boerderij een landgoed wordt. En daar zijn we nu voor bezig. En om een landgoedstatus te krijgen, moet je een bepaald percentage natuur hebben. En die natuur proberen we nu te verwerven. En daarvoor heb ik een plan gemaakt om hier naast dat de Berkel meandert ook natuurontwikkeling te krijgen, zodat wij dat kunnen aanschaffen om toch onze wensen in vervulling te kunnen laten gaan. Ja, natuurlijk waren er in het begin van het proces mensen die zeiden, waar is het allemaal goed voor? Dat kost allemaal geld, dus het is zonde. Eerst hebben ze het allemaal rechtgetrokken en dan gaan ze weer krom zetten. Jammer toch. En als je nu de mensen spreekt, dan hoor je dat bijna niet meer. Mensen zijn ontzettend enthousiast. En moet je hier eens op een zondag langs die Berkel gaan wandelen. Het lijkt de Kalverstraat wel. Dat is echt, van overal komen ze vandaan. En mensen vinden het schitterend en ze zijn ontzettend enthousiast. Nou, voor mij lag het genieten vooral in de voorbereiding. Om met de mensen uit het gebied, van het waterschap en de gemeente en ook de bestuurders, om met hen de puzzelstukjes allemaal op de juiste plek te krijgen. Nou, als ik hier op zondagochtend met vrienden langs die Berkel loop, ja, dan vind ik het wel prachtig om dit te kunnen laten zien. Wat we als waterschap, maar gewoon als gebied hier voor elkaar gekregen hebben. Want hier ligt het allemaal bij elkaar. De Berkel heeft hier voldoende breedte om het water door te laten, dus de veiligheid is hier gegarandeerd. We hebben goede waterpeilen voor de landbouw. Ja, en dat allemaal samen met een mooi stuk natuur. Binnenbochten, buitenbochten, langzaam stromend, snel stromend water. Het is echt een lust voor het oog geworden.